Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe video. Week 37 was een opmerkelijke maand. De gele hesjes lieten zich weer zien in Frankrijk, het aantal coronagevallen oversteeg de signaalwaarde en de Russische politie wil Navalny ondervragen. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Veel schoonmakers op Schiphol gaan hun baan verliezen. Wat natuurlijk heel vervelend is, want Schiphol is erg groot. Dus dat moet altijd schoongemaakt worden. Dus ik denk op zich dat die mensen gaan demonstreren. Maandag wordt er gedemonstreerd toevallig. Maar ik vraag me af hoe ze dat doen. Qua een schoonmaker, die heeft niet zo'n enorme tractor. Een schoonmaker kan niet zeggen, we halen al het morfine weg van de markt. Ja, waar kan je nog meer mee dreigen? Nou, als wij weggaan, komt er een rattenplaag. Verder las ik in een enorm klein hoekje van de krant het bericht dat gewonde militairen weer teruggaan naar Nederland. Toen vroeg ik me af, is dit geen wereldnieuws? Militairen van Nederland die beschoten zijn door uit andere landen mensen. Maar wat was er gebeurd? Het was een ontploffing tijdens een oefening waarbij alweer dus mensen gewond raakten. Nu maar hopen dat er op de IC genoeg ruimte is. Hongarije blokkeerde een kritieke radiozender. En daar schrok ik zelf een beetje van. Want Hongarije kennen wij natuurlijk allemaal niet als een dictatuur. We kennen Hongarije van allemaal leuke dingen zoals braadworst, de Orbán spoorbaan. Maar niet als kritieke radiozenders die geblokkeerd worden in dat land. Maar ook dat was nieuws van deze week. En dan nog een opmerkelijk artikel. Indiërs vragen los geld voor gevangen krokodil. Inwoners van het Indiaanse plaatsje Midiana kregen het schrik te pakken toen ze een krokodil zagen loeren in de dorpsvijver. In tweede instantie bedachten ze dat er geld valt te verdienen. Dan vraag je je af hoe dan? Nou, ze namen die krokodil gevangen en ze eisten €700 losgeld van het natuurreservaat waar de krokodil oorspronkelijk vandaan kwam. En er staat ook nog, het bleek lastig de bewoners om te praten. En dat waren een beetje de algemene nieuwsartikelen. Maar dan zijn er ook nog de Frodo Exclusives. Waarin ik 4 exclusieve artikelen ga behandelen. Tenminste, jullie kunnen erover gehoord hebben. Maar ik ga ze op een hele bijzondere manier behandelen. Als eerste wil ik het met jullie hebben over Donald Trump. Die zegt dat hij in de verkiezingen de kalmte van Winston Churchill aangaat. En dan denk je, heeft Winston Churchill dan ooit de verkiezingen gewonnen? Ja, in 1940. Maar daar ging het niet over. Hij had het over 1945. Maar in 1945 verloor Winston Churchill van Ed Lee. En dan denk je, hè, maar je gaat toch niet de kalmte bewaren van iemand die eigenlijk verloor? Dus daarover heb ik het volgende te zeggen. Een man in New York moest even wennen. Er was een president die de geschiedenis niet leek te kennen. De kalmte zat Churchill niet mee. Hij verloor van Ed Lee. Daar gaan we hem nog 4 jaar mee jennen. Verder weten jullie natuurlijk allemaal wat een coronateststraat is. Daar heb ik het in de vorige aflevering ook over gehad. En er zijn in Nederland talloze. En de grootste coronateststraat in heel Nederland was op Schiphol. En dan hoor je inderdaad was op Schiphol. Waarom was hij op Schiphol? Nou, hij werd gesloten door Hugo de Jonge afgelopen week. Daar heb ik het volgende over te zeggen. Een vrouw in Amsterdam vroeg, waar zijn we nu aan begonnen? Een teststraat op Schiphol, dat was goed verzonnen. Maar de capaciteit was te klein, vond volksgezondheid niet fijn. De teststraat werd gesloten door Hugo de Jonge. En Nederlanders staan natuurlijk bekend als mensen die altijd kritiek hebben. Net als op de maatregelen die er op dit moment zijn. En er wordt elke dag dus door mensen zoals Maurits de Hond gepeld hoeveel procent van de Nederlanders het nog eens is met de maatregelen. En dan peilen ze natuurlijk niet alleen, bent u het nog eens? Maar ze gaan ook vragen, meneer, hoeveel vertrouwen heeft u nog in Mark Rutte? En in Jaap van Dissel? Hugo de Jonge? Vert Grapperhaus? En daarover heb ik het volgende te zeggen. Een Woudenberger vond maatregelen steeds vager. Die mondkapjesplicht is bij haar aan het knagen. Geen afstand op een bruiloft, de situatie ontploft. Het vertrouwen in Grapperhaus is weer laag. En dan had ik het al heel even kort over de Russische politie die Navalny wil ondervragen. De Russische politie wil helemaal afreizen naar Duitsland om de vergiftigde Navalny daar te gaan ondervragen. Maar Duitsland die wil dat dus weigeren, omdat ze eerst willen dat Moskou zegt, wij hebben die man vergiftigd. Dus dat is een beetje een
raar verhaal. Dus ja, het gebeurt daar wel vaker dat iemand van de oppositie wordt vergiftigd of neergeschoten. Daar heb ik het volgende over te zeggen. Een rare traditie, zei een man in Oriol. Oppositie in Rusland belaagd met gif of pistool. Een vergiftiging is niet meer wennen, het Kremlin gaat weer ontkennen. Executies doen we wel bij Wie is de Mol. Heel erg bedankt voor het kijken naar de 18e aflevering, de 19e aflevering van Onder Vuur. En ik zie jullie hopelijk allemaal weer bij volgende week bij een gloednieuwe aflevering. Tot ziens, tot later.